Darwin zei ooit, het is niet de sterkste en ook niet de slimste die overleeft. Maar degene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. En de wereld? Die verandert momenteel sneller dan ooit. We zijn continu in beweging. De gemeente moet mee veranderen om in te spelen op de wisselende vragen uit de samenleving. Maar hoe doen we dat? Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de organisaties klaar zijn om nieuwe taken en rollen op te pakken? En tegelijkertijd steeds meer de samenleving ingaan? Hoe zorgen we ervoor dat we beschikken over de juiste medewerkers? En houden we voldoende instroom van jonge medewerkers? Hoe zorgen we dat je als medewerker jezelf kunt ontwikkelen? En je de baas wordt over je eigen loopbaan? En hoe waarborgen we dat je veilig kunt werken? Bij het ANO Fonds Gemeente geloven we dat niet iedere gemeente zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Aangezien alle gemeenten voor dezelfde opgave staan, kunnen we van elkaars kennis gebruik maken en van elkaar leren. Daarom werken we samen met gemeenten. Als kennisinstituut en als partner. Dit doen we niet alleen met talloze publicaties en rapporten. Maar we helpen de gemeente ook op weg met trainingen of bijeenkomsten om onderlinge kennis te delen en te vergroten. Daarnaast stimuleren we de behaalde kennis ook daadwerkelijk toe te passen. Door innovatieve projecten rondom bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling, de lerende organisatie en de instroom van jongeren te ondersteunen. En de praktijkkennis die we hieruit vergaren, die delen we weer. In publicaties of in platformbijeenkomsten. Dat alles om bij te dragen aan aantrekkelijke, dynamische en creatieve gemeentelijke organisaties die als beste kunnen inspelen op de veranderingen van vandaag en morgen.